Vrienden en familie van die ontslapen Afrikaanse romanschrijver Dalien Matthee het vandaag haar nalatenschap op Nysna in die Weskaap in herinnering geroep. Een gedenksteen is bij die Christianse Nek picknickplek bij die Millwood Bouwvalle onthal, of liever onthul, waar een groot deel van een van haar bekendste boeken Kringen in een bos afspeel. Matthee is in 2005 oorlede. Sy het lesers bekendgestel aan die betovering van die Nysna woud en haar beijver vir die bewaring daarvan. Vandaag se geleentheid is door die Wildernis Nationale Park en die Matthee-familie gereël. Dit was een groot oomblik vir Matthee's drie dochters Amanda, Tony en Hillary toe ambtenare van Sandparke die gedenksteen onthul het. Matthee's kinders sê die gedenksteen sal dien ter nagedagtenis aan haar voorkomende geslagte. Net voor haar dood het sy gevra dat ons haar asse iewers in die bos moet strooi. Maar sy was ontzettend lief vir hierdie gebied en sy het baie hierna toe gekom om te kom luister na die bos, om dit te kom ervaar, om te kom inneem. En dit is dan hier by hierdie boom wat ons haar asse gestrooi het. Verteenwoordigers van Sandparke sê die gedenksteen sal ook bydra tot toerisme langs die tuinroute. Sy was redig een van ons ambassadeurs vir nationale erfenis, vir ons nationale erfenis. En deur haar werke het sy die wereld aan onze natuurlijke erfenis bekendgestel. Matthee's drie bekende boeken, Kringen in een bos, Moerbybos en Droombos, is geïnspireerd door die Nysna bos. Sy is verlede jaar postuum vereer door die Departement van Kunst en Cultuur met die Suid-Afrikaanse letterkundige toekenning.